Onderaan de dijk langs de Merwede ligt de heerlijkheid van Papendrecht. Van oorsprong een fruitteeltbedrijf. Vroeger als je hier liep, hoorde je heel veel kippen kakelen. Ja. In deze schuur zaten alleen maar kippen, ongeveer 1000 kippen. Als je hier straks even voor ons kijkt, hier stonden de eerste bomen al. Dus de eerste fruitbomen. Ook daarachter allemaal fruitbomen, tot de dijk toe. Heel weinig soorten. Heel beperkt. Wat voor soorten stonden er? Peren en appels alleen. Dus misschien 3 of 4 soorten peren en 3 of 4 soorten appels. Ja. Echt bedoeld om naar de veiling te brengen, daar te verkopen. En er kwamen in september kwamen dan een aantal mensen. Die kwamen hier om te plukken. Ja. En in 3 weken tijd werd de boom kaal geplukt. De fruitteelt wordt inmiddels gecombineerd met allerlei andere activiteiten. Een landwinkel, een bijenstal, een brouwerij, de verhuur van de hooizolder en educatieve activiteiten. De verbreding van de landbouw in optimale vorm, volgens mij. Want ja, we hebben de gekste dingen verzonnen, erbij verzonnen. De boomgaard is natuurlijk het beginsel. En Jan's vader had een heel klein winkeltje. In het begin draaide hij alleen maar op naar de veiling brengen. Dus dat was het. En van Lievelee is het heel breed geworden. Ja, van eigenlijk de hobbydiertjes is nu een mini kinderboerderij geworden. De liefde voor het bier is omgezet in een bierbrouwerij. De landwinkel is ontstaan doordat we een achtergrond wilden hebben qua buffer. Landwinkel biedt ons meer know-how over allerlei producten, bijvoorbeeld nu bij de kaas. Nou, daar hadden Jan en ik natuurlijk absoluut geen kaas van gegeten. En door de landwinkel hebben we dat geleerd. En zijn we producten gaan verkopen van andere boerderijen. Steeds vaker zien we dat boeren en tuinders nevenactiviteiten opzetten. Wat drijft hun? In 7 minuten deze week aandacht voor de tweede tak. Ik ben nu bezig met deze windvang. Die heb ik nu aan de zijkant gedaan. Die moet ik nu nog aan de bovenkant. Gideon is een van de vrijwilligers. Hij rijdt op de wagen en hij snoeit, knipt en verwijdert overtollig groen. Ik vind het mooie van dit bedrijf dat het een familiebedrijf is. Ik kwam hier al over de vloer bij Jan's vader. Ik ben nu 66, dus ik denk dat het ruim 40 jaar geleden is. En toen werkte ik in een jeugdgevangenis. En als het me wel eens tot hier zat, dan nam ik een week vrij en dan ging ik hier lekker in de boomgaard allerlei klusjes doen. Het was goedkoper dan de psychiater en je knapte veel meer van op. Hoe is het nou voor jou om hier te zijn en al die veranderingen te beseffen? Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Ik weet dat we waren met 3 jongens thuis. Wij hebben alle 3 een hele andere opleiding gedaan. Ook omdat we wel een beetje voorzien waren. Ja, dit wordt wel heel lastig om een boomgaard van 2 hectare rendabel te houden. Dat kon vroeger nog wel, maar dat werd steeds moeilijker. Ja. Toen zijn we dus begonnen in de schuur op een hele andere plek waar het nu is. De grote schuurdeur open en aan de zijkant stonden een paar kistjes appels. Aan de andere kant stonden inderdaad de eieren. En er kwamen later wat aardappels bij. En zo is het eigenlijk begonnen. Met de verkoop. Met de verkoop van eigen spullen. En daarbij wordt met veel inzet zo milieuvriendelijk mogelijk gewerkt. De larven van de lieve heersbeestje, maar ook de larven van de oorworm, die halen heel veel luizen weg. Ze zijn onze luizeneters. Dat is een feromoonverwarrer. En de verwarring is dat hij ruikt naar een vrouwtje van de fruitmot. Het mannetje van de fruitmot die gaat dus op zoek naar zo'n vrouwtje. En omdat er heel veel, bijna aan elke boom, zo'n verwarrer hangt, dan weet hij het vrouwtje niet te vinden. En komen er dus geen jonge, nieuwe fruitmotten. En zo weten we de fruitmotten te bestrijden. Ja, we hebben die heerlijkheid, dit stukje grond, heel maar eventjes te leen van moeder aarde. Zo zie ik het. Zolang wij hier op aarde zijn, mogen we hiervoor zorgen. En dat doen we zo goed mogelijk. We willen het weer zo goed mogelijk doorgeven. Straks. En bij deze theorie hoort ook de samenwerking met de imker. Dit is de plekje waar de fruitheerlijkheid is, de heerlijkheid van het Papendrecht. En dit is het maximale vliegbereik, dat is ongeveer 3 kilometer. Dus in deze cirkel, daar vliegt de bij naartoe. Dus hij beslaat heel Papendrecht een stuk van Dordrecht.
Dus het is niet zo dat hij van deze boomgaard afhankelijk is, de bij niet. Dus de boomgaard is afhankelijk van de bij, maar dat kan ook bij de buren zijn. De bijenkorf kan ook hier zijn of aan de andere kant van de snelweg, ja. Want dan komt de bij toch nog hierheen. Maar de bij is net als wij, ze gaan niet verder vliegen dan strikt noodzakelijk is. Dus als ze het dichtbij kunnen halen, dan halen ze het dichtbij. Vandaar dat we ook de bij bij de bloem willen brengen. Wat vind je het mooiste wonder van een bij? Het mooiste wonder van een bij is de combinatie dat de bij zelf een levend wezen is. He, dus met hersens en met een heel gestel om in leven te blijven. Maar afhankelijk is van het volk om in leven te blijven. Dus het volk zelf is ook een soort mechanisme wat helemaal met elkaar communicerend een huis bouwt, voor eten zorgt, voor nakomelingen zorgt. En dat jaar na jaar op zo'n manier dat ze elke keer weer blijven overleven. En zonder het volk is die bij nergens. Maar zo fantastisch als een bijenvolk dat met elkaar heeft geregeld, dat zie je bijna in de natuur nergens. De verbreding van het boerenbedrijf, de tweede tak, bij de heerlijkheid van Papendrecht, heeft het duidelijk te maken met zelfgekozen uitgangspunten. Zonder dat idealisme kunnen we gewoon niet dat bedrijf voeren. We verbreden wel naar ons zin. We zullen nooit een tattoo shop erbij doen. Dat het blijft dicht bij ons. De grens is de manier waarop we willen telen natuurlijk. Dat is zo milieuvriendelijk. De grens is ook bijvoorbeeld een springkussen. Deze mensen die hebben zoveel passie, Jan en Esther, zoveel passie. Die zijn zo bezig met het bedrijf. Die hebben principes waarvan ik soms wel eens denk van poeh, die gaan wel heel erg ver. Maar gewoon standvastig en vast blijven houden. Nou, dat vind ik grandioos. Deze zware jaren voor de melkhouderij blijven wij gewoon boven nul door de bed and breakfast. Anders hadden jullie misschien helemaal niet meer bestaan. Nou, dan was het wel absoluut bikkelen geweest.